Het plaatsen van een discussie op het forum is vrij eenvoudig. Op het moment dat u bent ingelogd, ziet u onder uw naam deze zwarte button Start a New Discussion. Als u die aanklikt, krijgt u het volgende overzicht te zien. Sorry. U kunt hier de titel van de discussie aangeven. U zoekt een categorie uit. Stel u hebt een waarderend interview dat u wilt plaatsen. Scroll even naar beneden. Hier kunt u uw gespreksverslagen plaatsen. Dat is waar alle waarderend interviews terechtkomen. En dan kunt u hier vervolgens uw tekst gewoon in wegschrijven. Uiteraard kunt u ook, als u dat wilt, een Word-document uploaden door dat gewoon even uit te kiezen en aan te klikken. Nadeel daarvan is dat lezers extra handelingen moeten verrichten om uw waarderend interview te lezen. Het geniet echt de voorkeur om vanuit het Word-document het hele zootje eenvoudig weg te knippen en in de bodytekst van de discussie te plakken. Dan kunnen anderen het veel sneller zien. Foto's toevoegen kan ook heel eenvoudig. U kunt dat doen door linkjes erin te zetten, maar veel simpeler is het eenvoudige sleur- en pleurprincipe. U pakt een foto op vanaf uw bureaublad of waar dan ook. U sleept hem hier naartoe. Hij staat erin. Klik voordat u gaat uploaden even op preview. Ziet het eruit zoals ik dat had gewild? Prima. Klik op post discussion. Als de discussie geplaatst is, duurt het ongeveer een half uurtje voordat die ook daadwerkelijk actief zichtbaar wordt op het scherm. En aangezien ik op dit moment ziek thuis zit, kan het zo nu dan een klein beetje extra vertraging oplopen. Waarvoor ik uw begrip vraag. Hartelijk bedankt en veel succes met het plaatsen van uw bijdrage.